Yo, beste tandrakken van Pyrocast van 1993 LB. Nou, zoals jullie weten, heb de Big Bazaar alweer vuurwerk. En ik heb ook een kleine collectie van ongeveer 50 euro opgehaald daar. En ja, die wil ik zo even met jullie delen. En ja, ik ben blij, want er zijn naar 1 september toch best nog wel bijna... Ja, dan hebben we haast 10 abonnees erbij gekregen. Dus top, top, top. Alleen, we hebben ook nog een nadeel. Ik ga stoppen met de shoppingsvideo's van in 2019. Dus ja, dat gaat een beetje ophouden. En ik laat zo zien wat we hebben gekocht. Maar zeker, je moet zeker nog blijven abonneren, want we gaan ook nog gewoon door met de knustervlogs natuurlijk. En misschien dat we nog een keer een kat 1 unboxing gaan doen, maar ik zelf ga denk ik wel stoppen met de kleinere spul afsteken op oudjesavond. Zoals babypijlerrotjes, grondbloemen en allemaal knetterballetjes en zulke dingen. Ik wil daar over gaan stappen naar het siervuurwerk. Dus dat gaan we vanaf 2019 doen. En we zullen maar zeggen, we gaan maar even genieten van wat we nou weer in shop hebben bij de Big Bazaar. Ik zal zo de zak erbij pakken. Ik vraag even, vergeet sowieso niet te abonneren. En als je deze video leuk vond, eventjes een duimpje omhoog. Als je het niet zo leuk vond, mag je ook gerust een duimpje omlaag doen. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Hey. Zo, even de zak even omschudden. We hebben best wel wat geshopt. Zo, de Big Bazaar. Zo, wat hebben we dit jaar? De Crackling Box. Die zijn nieuw bij de Big Bazaar. Daar heb ik nu 1 doosje van. Niet 2 doosjes van. Niet 3 doosjes van. Maar ja, lieve vrienden. Daar heb ik toch maar 4 van gekocht. En daar zitten knetterballen in. En ratelintjes. Van die hele kleintjes. Maar wat me opvalt, er zitten overal in de knetterballetjes van deze tubs in. De oude waren toch veel fijner, met allemaal dat losse kruid. En goed, ja, de tijden veranderen natuurlijk. Dus ja, we moeten het maar doen met wat we hebben natuurlijk. Hè. Zo, het zijn er alles. De nieuwe dingen. Ah ja, er was nog iets nieuws. Even kijken, had ik er nog 1? Nee, daar heb ik er 2 van meegenomen. De Starfortijns. Die zijn nieuw dit jaar. Bij de Big Bazaar. En daar heb ik 2 pakketjes van meegenomen natuurlijk. Hè. Sowieso voor een productvideo. Dus dat komt allemaal goed. En dan gaan we even kijken naar het volgende. We zijn er volgens mij al bijna doorheen. Ja, de oude vertrouwde combi assortimenten van de Big Bazaar. Met de Disco Fountains, Quacklings, Quacklings rondbloemetjes, gewone rondbloemetjes. Disco Flash en knetterballetjes. Iedereen kent ze natuurlijk wel. Daar heb ik niet 1, niet 2, maar 3 pakjes van meegenomen. Ja, dan komen we dus we gaan alweer door naar het volgende. Ja, bij de ratelintjes van 70 centimeter van 3 stuks. Ja, iedereen kent ze wel natuurlijk, hè. De oude vertrouwde van de Big Bazaar.
Daar heb ik niet één pakje. Niet twee pakjes. Niet drie pakjes. Niet vier. Maar liefst vijf pakjes. Voor meegenomen. Dus we komen nog wel een heel eind. Ook voor de knutselvideo's gebruik ik ze wel eens. Dus. Want mijn viskolomte is ook bijna op. Ja, maar jullie kunnen het niet zien, maar mijn trouwe compagnon zit naast me. Mijn hond. Dus ja. Dan gaan we naar de Disco Crackling Fountains. Iedereen kent ze wel, er zitten er zes in het pakje. Daar heb ik niet één. Niet twee. En niet drie. En niet vier. Niet vijf. Maar het liefst zes pakjes van gehaald. Altijd leuk om het erbij te hebben. Hè? Kat ze op. En nou heb ik er weer wat op voorraad. En dan gaan we naar het volgende. Ook weer een nieuw product van de Big Bazaar. De knetterballen waar er 22 in de doosje zitten. Dat zijn deze. Maar wat me ook weer opvalde, het zijn niet de oude vertrouwde knetterballen die we allemaal kunnen. Met, hoe moet ik het zeggen, met die losse crackling erin. Hier zit ook allemaal weer van die cubes in. Dus er zijn echt flinke veranderen met het spul wat wij van 5 jaar terug kochten. Naar nu dus, ja. Ach ja, we moeten niet zo zeuren eigenlijk. We moeten blij zijn dat er nog überhaupt geen vuurwerkverbod is gekomen. Maar ja, dan komen we alweer bij het laatste aan van de video. De grondbloemetjes. Dat wordt ook weer leuk, want iedereen kent ze wel van de Big Bazaar. Even kijken of ik ze goed heb. Ja. Dus daar heb ik niet één van. Niet twee van. Niet drie van. Niet vijf pakjes. Of niet vier pakjes van. Maar liefst vijf pakjes heb ik ervan gehaald. En dan kom je op een bedrag ongeveer uit van €47. Los van de tas gerekend. Van 10 cent. Dus ja, we hebben toch best wel wat gekocht. Ik kom zo bij jullie terug. Ik zal ze eventjes netjes neerleggen. En dan kun je een beetje zien van de collectie die we hebben. Tot zo. Ja, daar zijn we weer. Ik zal u even de collectie laten zien. Als je zo kan zien. Oeh. Ja, ik ben niet goed met filmen, dus. Dus we doen het eventjes een beetje zo. Dus aardig wat. Ik zal er zo een fotootje van maken, dus Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Vond je dit een leuke video? Een duimpje omhoog. En laat weten in de comments hoe jullie deze collectie vonden. Ik zeg, laters.